Ik denk een van de dingen die ik gelukkig snel door had, was dat het niet zozeer uitmaakt wat je vertelt, maar hoe het bij de ontvanger landt. En dat je dingen kunt zeggen die helemaal niet zo bijzonder zijn, maar die wel tot een bepaalde woede of blijheid of wat dan ook aan de andere kant zorgen. En het verschil daartussen kun je ook weer gebruiken. Want je kunt iets zeggen waarvan je weet, het is helemaal niet zo gek, maar mensen gaan er wel boos om worden. En dan zeg je, hé, maar doe eens even rustig, joh. Kijk naar wat ik heb gezegd. En dan zeg je, oh, sorry, ik heb dat inderdaad niet helemaal goed begrepen. En dan heb je hen een soort van schuldgevoel aangepraat, omdat zij boos op jou zijn geworden. En dat spelletje, dat vind ik leuk. Dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen dat je zoiets leuk vindt, maar daar haal ik plezier uit en daar ben ik denk ik ook wel goed in. Jij zit hier omdat je het BMY Mediatalent van het jaar 2021 bent geworden. Waarom denk je dat jouw collega's jou hebben aangedragen? Mijn leidinggevende heeft me aangedragen en mijn team heeft dat heel lief gesupport. Ik denk omdat ik vind online echt, het gaat me echt aan het hart. En ik merk heel erg dat het fijn is als dus met dit soort onderscheidingen het een online iemand wordt. Zodat we daar weer wat aandacht op kunnen besteden. Van nou, het is belangrijk dat er mensen zijn die erover nadenken hoe jouw programma en jouw merk en jouw omroep het beste tot z'n recht komt. Ook op een medium wat voor heel veel mensen nog heel vreemd is. Dus ik denk dat het een beetje voor ons hele vak was. Dat mijn leidinggevende dacht, nou, we moeten even iemand hebben die dat goed kan verwoorden. Ja, dat is natuurlijk een bescheidenheid. Volgens een onderzoek wat onlangs uit is gekomen, is bijna 25% van de bevolking in Nederland heeft een migratieachtergrond. Dus eigenlijk ook een dubbele nationaliteit. Hoe kwam dat terug ook bij de jongeren? Ja, enorm. Je merkt dat, dat ze zelf eigenlijk met heel veel diversiteit opgroeien, maar eigenlijk weinig een soort representatie voelen in hun omgeving. In het onderwijs zien ze dat heel weinig. Zeker in PO, primair onderwijs, basisonderwijs, zeg maar. Op tv, in de kranten. En dan denken ze, ja, oké, dit is dus blijkbaar niet mijn Nederland of zo. Zo voelen ze dat heel erg. En dan gaan ze heel erg zoeken. Die pijn van, ik mag er eigenlijk niet zijn. En dat ze eigenlijk ook heel veel van die relaties gaan zien. Waarom dragen ze capuchons, hebben ze zonnebrillen op, terwijl er geen zon schijnt in het klaslokaal. Jassen aan, terwijl het 30 graden is. Dat het eigenlijk komt doordat je je pijn probeert te maskeren. Zowel in het klaslokaal, maar ook daarbuiten. Omdat je te vaak te maken hebt gehad met sociale pijn, uitsluiting of het gevoel van uitsluiting. En daardoor, door het over die pijn te hebben, kunnen ze dat een plek geven. Oh ja, dat is waarom ik het doe. En op het moment dat ze het doorhebben, dan kunnen ze het langzaam loslaten. En dus wat ik eigenlijk al vertelde, dat ze niet hun Nederlandschap in het geval als ze dat zoeken, dat ze het niet laten afhangen van externe factoren. Dus niet van de leerkracht die tegen hun moet zeggen, jij bent een Nederlander en jij niet bijvoorbeeld. Waar heb je nou echt plezier aan beleefd, het meeste plezier aan beleefd? Dat vind je nou, dat springt er eigenlijk wel uit. Naast de leuke mensen die er werken. Wat ik echt een heel bijzonder moment heb gevonden, is het Eurovisie Songfestival. Ja, ik dacht al dat je dat zou zeggen. Nee, daar kun je het niet omheen. Dat is echt fantastisch. Ik bedoel, en ook, wat ook een bijzonder moment was, heb ik nog niet verteld, denk ik, is in de coronaperiode, toen dat net begon, toen heb ik, zeg maar, dat is ook volgens de coördinatiereglement kan dat, heb ik als voorzitter samen met de directie televisie en radio en met de omroepen kunnen kijken naar hoe doen we dat schema actueel. Hoe maken we het actueel voor iedereen? Dat is dus eigenlijk mijn dichtstbijzijnde bemoeienis die er ooit geweest is. En ik ben super blij dat dat zo goed is uitgepakt. Ja. Want we zijn natuurlijk en marktleider televisie en radio. Dat zegt niks. Want toen ik kwam was RTL marktleider, dus je moet altijd waakzaam zijn. Ik geloof niet dat er iets is hier wat geen doel heeft. Alles, zelfs een zandkorrel, heeft een doel. Dus daardoor geloof ik dat alles een reden heeft. Het kan gewoon niet in mijn hoofd dat er iets is hier op aarde dat het zomaar is. Want het is te geniaal hoe alles in elkaar zit, hoe wij in elkaar zitten, hoe al die insecten in elkaar. Alles is te geniaal om you know? Ik hoor je zeggen dankbaarheid voor alles, hoe het samenwerkt en hoe het überhaupt werkt. Ja, want het heeft toch wel een soort van doel om iets anders te doen misschien. You know? Dus ja, daardoor geloof ik dat alles een reden heeft.
Heb je een project voor ogen dat je zegt, ja, dit soort projecten wil ik gewoon straks alleen maar doen met onze club? Ja, ik heb niet één project wat ik alleen maar wil doen. Omdat je bij ons uitgaat van heel veel verschillende technieken. Dus wij doen video, maar we doen ook webinars. En we doen ook enorme grote virtual events. Dus het is niet dat ik één product zou willen aanbieden. Maar de mooiste klant is wel één die zegt, ik wil een verhaal vertellen. Ik heb een boodschap te melden. Help mij hoe ik dat het beste kan doen. Dus dat we echt aan die kant beginnen in plaats van dat iemand opbelt. Ik wil een webinar en al heel goed weet. Ja. Dat zijn wel de mooiste klanten, dat je echt dat hele concept mee kan maken. Allereerst, waarom is dat nieuwe museum nodig? Eigenlijk omdat het in 2006 geopend is. En dat was nog eigenlijk ook in 2015 nog een groot succes. Ja. Maar we kregen ook wel behoorlijk wat signalen dat het natuurlijk gedateerd was. Ja. En dat komt omdat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in 2006 het archief van de publieke omroepen was, voornamelijk. En de hele experience, zoals die toen heette, ook op die content gebaseerd was. En niemand zal ontgaan zijn dat er vanaf 2007 met de smartphone het een en ander in de mediawereld is gebeurd. Dus we konden het gewoon daar niet meer mee redden. We moesten echt een nieuw verhaal gaan vertellen. En toen ik in 2015 begon als manager van het museum, ja, was de opdracht onder andere om het te vernieuwen. We hebben volgens mij veel meer te maken met een land als Duitsland. Duitsland is bijna de kern van de Europese Unie. En dat boeit ons niks. Tenminste, relatief niks. En als het om Amerika gaat, dan wordt iedereen geobsedeerd. Is dat wel rationeel? Ik weet niet of het rationeel... Nou kijk, ik denk dat er twee verschillende dingen spelen. Amerika is het land van de marketing. Amerika is het land van de verhalen. En Amerika is ontzettend succesvol geweest heel lang in het verkopen van het culturele product. Van de American Dream. Van de American Dream. En daar zijn we allemaal vrolijk in meegegaan. En dat doen ze onder andere door dat culturele infuus, noem ik het altijd maar. Dat doen ze door een politieke grootmacht te zijn. Dat doen ze door de militaire grootmacht. En wij zijn natuurlijk ook in de Tweede Wereldoorlog mede bevrijd door Amerika. En dat heeft natuurlijk ook een hele lange politieke geschiedenis gehad. Heb je het idee dat je met de verhalen en dit bundel het wiel opnieuw hebt uitgevonden? Want als ik het lees, dan denk ik, ieder ander had dit kunnen schrijven, bij wijze van spreken. Of course, ja. Maar dat is juist het feit dat het... Kijk, A is het een... Ik zie het als metafoor, een ketting met allemaal kralen. En velen voor mij en met mij zijn allemaal kralen. Dit wat jij hier doet is ook een kraal op die ketting. Wat jij hiervoor hebt gedaan zijn kralen. En dit is mijn kraal, dit is mijn lied. Maar dit lied heb ik, om het maar even zo te noemen, op kunnen schrijven, kunnen zingen, omdat ik 200.000% zeker is dat dit het verhaal van ons allemaal is. En dat gaf mij ook de kracht. Dit is geen therapie van Naida van, oh kijk wat ik 365 dagen meemaak. Dit is een ontzettend zeker weten dat ik hiermee stem geef. Niet alleen aan mezelf, maar aan alle andere mensen van kleur. Ja. Je moet ook begrijpen dat kamermensen of geluidsmensen of schakeltechneuten niet altijd maar de toffe dingen doen. Weet je wel? Het is ook heel veel klussen zijn gewoon, is ook gewoon helaas soms werk, maar dat is gewoon zo. Je kan niet altijd maar David Guetta doen. En dat zou ook niet goed zijn. Want dan slop je... Vervelen, en dan slop je jezelf, omdat het gewoon heel veel energie kost. Je moet er lang over nadenken. Je bent er constant mee bezig. Dus het is ook gewoon goed om reguliere dingen te doen en dan daar het maximale uit te halen. He, dus daar nog de vreugde en uit een normaal iets te halen. Zodat de mensen blij naar hun werk gaan in plaats van dat het een fabriek wordt. En dat probeer ik wel altijd na te streven. Mijn verhaal naar producenten is ook, kijk, als je iets hebt wat helemaal kant en klaar is, waar je verder niks meer aan moet doen, ga vooral rechtstreeks naar de mensen van de zender. Welke zender dat dan ook is, of dan SBS of RTL of het publiek. Daar willen wij helemaal niet tussen gaan zitten. Maar als je formats hebt liggen die je om welke reden dan ook niet zo makkelijk verkocht krijgt, of omdat het iets is wat misschien niet helemaal bij jou past, of wat zo groot is zoals zo'n Million Dollar Island, waarvan je denkt, ja, daar hebben we toch wel even die backup nodig. Nou ja, kom dan naar ons en wellicht kunnen we daar dan samen nog wat van maken. Ja. En dan hoeft dat elkaar dus ook helemaal niet
in de weg te zitten. Nee. En dan zijn dat misschien wel ideeën die anders het daglicht nooit zouden zien. En op deze manier wel. Dus ja, de reacties die ik tot nu toe heb gekregen zijn eigenlijk heel positief. Ja. En ja, mensen komen ook vaak meteen wel met dingen. Je wordt als vrouw altijd gedwongen om steeds harder, letterlijk in jullie geval, te rennen om te laten zien dat je daadwerkelijk goed bent in wat je doet. En dat dat dus geen vanzelfsprekendheid is. Nee, maar ik denk dat dat in heel veel facetten in onze maatschappij natuurlijk zo is. En we komen natuurlijk, het komt ergens vandaan. We kunnen het ook allemaal denk ik wel verklaren waar al deze problemen, om het zo maar te zeggen, vandaan komen. Maar ik wil niet zeggen dat er nog een lange weg te gaan is en dat het nog veel beter kan. En ja, ik ben blij dat het Nederlandse elftal vrouwen daar zo hard in strijdt. Maar dat je dat ook, dat was een keer, Frenkie de Jong gaf een keer een interview en die zei, er werd hem zoiets gevraagd van, heb je nog tips voor de oranje vrouwen? En toen zei hij van, zij hebben een EK gewonnen, ik nog niet. Ja, dus ik kan beter tips aan hun vragen. Ja, dat is een nieuwe generatie. Ja. En die zorgen er uiteindelijk ook voor dat veel meer dingen normaal gaan worden en het veel inclusiever zal worden op alle mogelijke onderdelen van de sport. Want het gaat ook over mensen in bepalende posities. Er zijn natuurlijk ook, vooral in het voetbal, heel weinig vrouwen en heel weinig mensen van kleur. En daar moeten we natuurlijk ook veel meer in ontwikkelen. Dus er zijn zoveel borden waar je op zou moeten schakelen. Ja.